Sinterklaas. Kom op, doorlopen. Kom. Juf, wanneer komt Sinterklaas eigenlijk naar Bergen op Zoom? Bijna. Hup, terug in de rij. Met Sint-Nicolaas. Met wie spreek ik? Dag Sint-Nicolaas. U spreekt met de burgemeester van Bergen op Zoom. De kinderen kunnen bijna niet meer wachten. Ze willen u zo graag weer zien. En de etalages die zijn al prachtig versierd. Tot binnenkort, burgemeester. Was dat Sint-Nicolaas? Ja, Marie. Ik vind het toch altijd zo'n geweldig feest, hè? Psst, Luc, wat ga jij tekenen? Ik denk Kiwi, want die wil ik heel graag. En jij? Ik ga de stoomboot tekenen. Met op het dek Sinterklaas en de Pieten. Kijk, dit heb ik op school getekend. Wat is dat, Thomas? Dit is de boot van Sinterklaas, tante. Hoe vaak moet ik tegen jou zeggen dat hier in dit huis met geen woord wordt gesproken over die oude man? Ga naar je kamer. Zo, heren. Hier zijn jullie spullen. Kleed je maar aan, jullie zijn vrij. Ik begrijp. We zijn vrij, Henk. Ja, de dagen worden korter, de nachten langer. Dat betekent dat Sinterklaas naar Bergen op Zoom komt. Ja, dat is al. En jullie gaan toch ook naar de intocht? Nee, natuurlijk niet. Zeg, we hebben wel wat belangrijkers te doen. Oh, die zal wel verrast zijn. Krijg nou wat? Ha, dag, grote zus. Thomas, dat stiefneefje, woont die nog steeds bij jou? Helaas wel, ja. Sinterklaas. Ik heb zo'n hekel aan dat Sinterklaasfeest. Ik ook. Waarom eigenlijk? Weet je dat niet meer dan? Wij kregen nooit wat van Sinterklaas. Wij kregen nooit wat van Sinterklaas. Wat gek. Geen schoenen? Ik ben er toch zeker van dat er hier drie kinderen wonen? Sinterklaas dacht nooit aan ons. Wacht eens even. Wij gaan ervoor zorgen dat de burgemeester het Sinterklaasfeest verbiedt. Zodat Sinterklaas niet naar Bergen op Zoom komt. Daar gaan jullie voor zorgen. Ik ga een heerlijk vergiftigd suikerbeetje maken. En jullie leggen dat stiekem bij de koffie van de burgemeester. Dag Hoogpiet. Dag Sint-Nicolaas. Alles goed hier? Alles onder controle, Sint. Heel goed. Dat is fijn om te horen. Het gaat hartstikke goed, Sint-Nicolaas. We varen ruim op schema. En het water is heerlijk rustig. We kunnen goed doorvaren. Prima, prima. Zo komen we precies op tijd in Bergen op Zoom. Jan, jullie moeten wel een beetje opschieten, hè? Want de intocht is al over een paar dagen. En ik wil niet dat de intocht doorgaat. Snel tegen Luc en Lotte zeggen op school. Wij zijn van het verwarmingsbedrijf. Nou, als u hier nou met uw oor tegen de ketel aan gaat luisteren, dan gaan wij door langs alle kamers en dan gaan we tegen de verwarming kloppen. En dan moet u zeggen of het nou het rare geluid nog hoort. Pak aan. Moet ik dat aan? Ja, dat moet je aantrekken, natuurlijk. Nee, maar ik ben toch geen vrouw. Ja, vandaag even wel. Nou ben jij even de koffie, juffrouw, van de burgemeester. Ja, want dan kunnen we het beste vergaderen. Ja, er komen inderdaad belangrijke stemmingen aan die ik belangrijk vind. En daarom moeten ze er allemaal zijn. Ja. Hé, hey, een suikerbeest. Wat vindt u van het Sinterklaasfeest? Het Sinterklaasfeest? Nooit leuk gevonden. Misschien dat u even moet bellen dan naar Sinterklaas, hè? Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, ik heb telefoon voor u. De burgemeester van Bergen op Zoom. Maar hij is een beetje verwacht. Hij doet zo gek. Wat zegt u nu? Weet u dat heel zeker? Heel de boot ligt vol met cadeautjes voor alle kinderen. Hoofdpiet, we zijn dit jaar niet welkom in Bergen op Zoom. Zeg tegen de kapiteinspiet dat we rechtsomkeer maken en teruggaan naar Spanje.
verkeerde boot op. We gaan terug naar Spanje. Danielo, waarom varen we nou weer terug naar Spanje? Ik weet het ook niet, Joachimo. Ik had net zo zin om met alle kinderen te spelen. Oh, Pieter. Ik kan er ook niks aan doen. Gaan jullie maar een spelletje spelen of zo? Ik weet het ook niet. Kom. Nou, dan gaan we dan maar doen, Joachimo. Hey, Pieter. Niet de cadeautjes overboord gooien. Die bewaren we voor volgend jaar. Oh, stop. De bakjes. Stop. Sint-Nicolaas. Oh. Wat is er, Hofpiet? Sint-Nicolaas, u moet iets doen. Alle Pieten zijn verdrietig en hebben nergens zin in. Ze gooien de cadeautjes voor de kinderen overboord. En de pakpiet eet alle pepernoten zelf op. Oh, het kan toch niet dat het Sinterklaasfeest helemaal niet doorgaat dit jaar. Hoofdpiet, ik heb eens goed nagedacht. Ik wil precies weten wat er aan de hand is in Bergen-op-Zoom. We gaan op zoek naar Speurpiet en Zoekpiet. Want ik heb een hele belangrijke taak voor ze. Haha, dat is een goed idee, Sint-Nicolaas. Kom. Meneer de burgemeester, ik heb een paar vragen aan u. De afvalbakken zijn in Gageldonk niet opgehaald. In Meilus zijn ze niet opgehaald. Ja, en burgemeester, ik word erop aangesproken. Ik ben ook al verschillende keren gebeld. En burgemeester, de dranghekken voor de intocht van Sint-Nicolaas, die zijn ook nog niet geplaatst. Nee, die hoeven niet geplaatst te worden. Nee, wil je dat doorgeven? Niet geplaatst te worden? Ja, je hebt me goed gehoord, wethouder. Tot ziens. Tot ziens, burgemeester. Mirjam, wat is er toch allemaal met de burgemeester aan de hand? Ja, ik weet het ook niet. Hij is de hele dag al zo afwezig en hij wil niets over Sinterklaas weten. Ik denk dat hij zenuwachtig is omdat Sinterklaas er bijna is. En waar is Marie de Koffie, juffrouw? Dat weet ik ook niet. Die heb ik ook heel de dag nog niet gezien. Tjonge. Hallo, mannen. Lukt het allemaal? Want ik hoor helemaal niets aan de ketel. Hallo?
Hallo! Hé, hey, hier zijn ze ook al niet. Dan moeten we verder kijken, Sint. Kom. Aha, daar zijn ze. Speurpiet en Zoekpiet. Sint-Nicolaas. Heb je al gehoord dat we niet naar Bergen op Zoom gaan? Ik vertrouw het niet. De burgemeester deed heel vreemd aan de telefoon. Wat wilt u dat wij gaan doen, Sint-Nicolaas? Ik weet het. We gaan speuren met mijn speurneus om te kijken hoe we het snelste terug kunnen varen naar Spanje. Ja, nee, Speurpiet. Ik wil dat jullie op onderzoek gaan naar Bergen op Zoom. Om te kijken wat er aan de hand is. Hoe doen we dat, Sint-Nicolaas? Dat zal ik jullie uitleggen. En daarna stuur ik jullie met een rubberbootje naar Bergen op Zoom. Luc, ik heb op mijn verlanglijstje een pop gewaagd en een pony. Ik hoop dat ik het krijg van Sinterklaas. Luc, Lotte, bij mijn tante Tessa waren twee enge mannen. Ik ken ze helemaal niet. Ze waren in de keuken. Mijn tante was daar met potten en pannen bezig. Ze wil niet dat het Sinterklaasfeest doorgaat. Ze is iets van plan. Jouw tante is toch altijd bezig met potten en pannen? De vorige keer had ze nog spruitjes met frikandellensmaak gemaakt. Burgemeester, u weet het, hè? Sinterklaas komt niet naar Bergen op Zoom. En dat gaat u zeggen, hè? Ja. Zo, kunnen we gaan, hè? Nee, Henk, nee. Wij gaan op de tribune zitten. Goedendag, dames en heren, leden van de raad. Hierbij open ik de vergadering. Agenda punt 1 is het Sinterklaasfeest van dit jaar. Dames en heren, ik heb nieuws. Het Sinterklaasfeest gaat dit jaar niet door. Burgemeester, kunnen jullie maken. Heren, geen discussie. Ik heb besloten dat het gehele Sinterklaasfeest niet doorgaat. En ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om twee raadsleden aan te wijzen die de versieringen, de Sinterklaasversieringen in de stad gaan weghalen. Als geen van de leden van de raad daartoe bereid is, dan kijk ik naar de publieke tribune of iemand dat wel wil. Ja, dat wil ik wel. Wat doe je nu? U wil de versieringen wel weghalen? Ja hoor, mijn broer wil dat ook wel. Dat is dan geregeld. Volgende agendapunt. De afvalcontainers in de gemeente Bergen op Zoom. Nou, daar gaat het over. Even zo. Nou, al veel weggehaald hoor. Oh, hier nog.
Voorzichtig, voorzichtig. Ja. Hupsakee. Ja, even rustig aan, maar even. Zo, nou. Pak aan, Henk. Ja, ik heb hem. Heerlijk, heerlijk. Wat doet erop? Blijf je van mijn winkel af? Nee. Alle Sinterklaas spullen moeten weg. Hoe kan het nou? Kom, het feest moet nog gaan beginnen. Ik heb hier een brief van de burgemeester. Een brief van de burgemeester, meneer. Wees een meneer. Opdracht dat kan toch niet. Ja. Onvoorstelbaar. Jongen, de burgemeester zelf nog getekend. Dat jullie je eigen daarvoor leren, mannen. Het staat zwart op wit, meneertje. Mama, als Sinterklaas er is, dan mogen we onze schoen zetten, toch? Tuurlijk, schat. Als Sinterklaas er strakjes is, dan mogen jullie allebei je schoen zetten. Bij de open haard, hè? Fleur, kijk wie hier staat. Hé? Hoe kan dat nou? Wat is er, papa en mama? Oh, niks, jongen. Eet maar lekker je boterham op. Dan brengen jullie mama jullie zoon naar school toe. En papa die gaat lekker naar zijn werk. High five. Zo, tot vanavond. Schat. Jongens, hebben jullie zwemspullen al gepakt? Ja, mam. Goed zo, dan kunnen we zo naar school, hè? Je boterham opeten. Zo, Piet, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Bijna bergen op zoom. Andere kant. Zo. Bijna. Zo, ja. Nou. Ja. Eerst. Ja. Zo. En nu jij. Bijna. Oké. Voorzichtig. Ja. Voorzichtig, Speurpiet. Zo. Kom maar. Ja. Zo. Zo. We zijn er. Op naar de burgemeester. Ja, welke kant is dat? Even kijken. Wacht. Die kant. Ja, ja. Richting de peperbus. Onderbreken de uitzending, dames en heren, voor een extra bericht. In Bergen op Zoom is er totale verbijstering. De burgemeester heeft gisteravond in een raadsvergadering een mededeling gedaan over het Sinterklaasfeest in de stad. De burgemeester heeft het Sinterklaasfeest verboden. Sinterklaasfeest. Ja, ik las het er net in de krant en het was er net ook al op de radio. Hè? Ja. Was het op de radio? Ja. Verschrikkelijk. Ja. Weet jouw kinderen het al? Nee joh, ik durf het ze echt niet te vertellen. Joh, ze zijn zo blij dat hij komt. Ik moet het straks wel in de kring vertellen. Ja, dat denk ik ook. Hm? Nou, eet succes. Hadden. Ja. Hé, die twee mannen weet je wel, die waren er vanochtend weer. Ik vind het maar een raar verhaal, hoor. Die twee mannen bij mijn tante hebben er vast iets mee te maken.
toen ze thuis kwamen met die Sinterklaasversieringen, werden ze helemaal blij. En mijn tante werd er ook helemaal blij van. Maar mijn tante houdt helemaal niet van Sinterklaas. Hoe kan dat nou? Ja, dat snap ik ook niet. Jongens en meisjes, we zitten nu in de kring, want ik heb iets heel belangrijks aan jullie te vertellen. U heeft al een Zwarte Piet gezien. Of u heeft Sinterklaas al gezien. Ja. Of de stoomboot. Bart van Sinterklaas. Stop, het is iets heel anders. Jullie weten dat de burgemeester de baas is in Bergen op Zoom. Ja. Hij bepaalt wat er in de stad gebeurt. Ja. Nu heeft de burgemeester besloten dat er dit jaar geen Sinterklaasfeest is. Ik weet het ook niet, maar ik weet alleen dat de burgemeester Sinterklaas al gebeld heeft en dat de boot al op weg terug is naar Spanje. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ook niet. Ik wou zo graag een voetbal. En ik was heel mijn verlanglijstje al helemaal af. Hallo? Hallo mannen? Doe eens open! Doe eens open! Ik moet nog zoveel doen voor de burgemeester! Hallo mevrouw de Bakker. Nee, u hoeft dit jaar geen pepernoten te verkopen. Hallo meneer Smit. Nee, u kunt de cadeautjes laten staan tot kerst. Oh. U heeft het er maar druk mee. Zwarte Pieten? Hallo. Wat doen jullie nou hier? Nou, wij komen voor de burgemeester. Ja, Zoek Piet en ik zijn door Sint-Nicolaas gestuurd om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Het is vreselijk. De burgemeester heeft sinds gisteren het Sinterklaasfeest verboden. Hij wil niets meer over Sinterklaas weten. Hij is zichzelf niet meer. Ja, maar we moeten hem spreken. Ja. Meneer de burgemeester, ik heb hier twee Zwarte Pieten voor u. Zwarte Pieten? Ik heb toch het Sinterklaasfeest verboden? Die Zwarte Pieten moeten terug naar Spanje. Ja, maar... Dag, Mirjam. Hij wil jullie niet ontvangen. Zo doet hij nou dus al de hele dag. Ja, maar hoe kan dat nu? We zitten met een groot probleem. Oké, jongens, nou, rustig blijven. Ga vanavond lekker slapen. Vannacht niet liggen tobben in je bedje. En morgen gaan we gewoon beginnen aan de kerstversieringen. Maken we daar iets geweldigs van. Goed? Ja. Nou, kom op. Tot morgen. Die twee mannen bij mijn tante hebben er vast iets mee te maken. Waarom vindt mijn tante die Sinterklaasversiering ineens wel leuk? Ze werd er echt helemaal blij van. Ja, dat is vreemd. Zullen we een plan maken en vanavond afspreken bij het speeltuintje? Oké, goed idee. Hoe laat? Om 7 uur. Oké, tot dan. Oké, doei. 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 Werkt. Iedereen is verdrietig omdat Sinterklaas niet komt. Stil. Luister. Ik wil dat Sinterklaas nooit meer naar Bergen op Zoom komt. En dit gaat ons lukken. Ja. Ik heb honderden suikerbeestjes gemaakt voor alle kinderen. En als ze die dan opeten, dan haten ze Sinterklaas allemaal. Maar hoe krijgen die kinderen zo'n vergiftig suikerbeest? Jullie gaan al deze dozen in het huis zetten van de burgemeester. Met de brief van Sinterklaas.
In de brief staat dat de burgemeester aan alle kinderen een suikerbeest moet geven. Als troost, omdat Sinterklaas niet komt. Een brief van Sinterklaas. Een nepbrief van Sinterklaas. Een nepbrief? Ja. Ik heb hem zelf geschreven. En als ze die suikerbeestjes dan opeten, dan haten ze Sinterklaas. Allemaal! Jij smerig rotje, heb jij eens staan luisteren? Waarom heb ik jou ooit in huis genomen? Naar boven jij, schiet op! Jij ellendig rotje, je blijft de rest van de dag op je kamer, heb je dat begrepen? Ik loop de hele dag die kamer niet meer af. Oh ja, wat zet je meteen in gedoe? Doe weer! Rotjong!